rijden vandaag in een Alfa Romeo Giulietta QV. Dat is mijn eigen auto. En we gaan ermee langs H&S Course. Misschien kennen jullie ze wel uit onze Motors TV video's. Vooraan zien we natuurlijk nog steeds het gevecht tussen Lars van het Veer en Serge van Os. Uiteindelijk gaat Serge van Os er voorbij. Nou, bij H&S Course gaan ze er allemaal leuke dingen mee doen. Ze gaan de software optimaliseren. En ze gaan er een douwpijp onder zetten, een filter en dan een testbank. Testrun voor en na. De QV heeft nu 235 pk op papieren. Nou ja, in werkelijkheid zal het vaak wel iets lager uitkomen, maar dat zullen we vandaag ook gaan ontdekken. En H&S Course heeft geschat op 275 pk na de aanpassingen. Dus ik ben heel benieuwd. De H die staat voor Hilbert, voor mijzelf, en de S voor Serge, mijn collega, kameraad, compagnon. En ja, wij zijn eigenlijk 18 jaar geleden begonnen als hobby. We hebben daarnaast ook een Alfa Romeo Racing Team, amateur team. De meeste modellen zijn ook kampioen geworden in de diverse klassen. Kijk, een standaard auto die van de fabriek afkomt is zeg maar altijd afgesteld op de auto's een goedkeuring en erkenning kreeg, zeg maar. De praktijk leert alleen dat bij een spik-splint nieuwe auto allemaal nog wel functioneert. Als de auto eventjes wat gereden heeft, zeg maar, vallen er allemaal andere dingen teweeg dat het allemaal veel beter kan. En dan uiteindelijk eigenlijk schoner, netter, prettiger rijdend, voor de auto vele malen beter. En inmiddels de juiste chiptuning optimaliseren wij zeg maar dat zo. Zodat de auto veel krachtiger rijdt, sterker rijdt, maar ook fijner rijdt, veel beter op het gaspedaal reageert. Ja, je zit echt met een smijl achter stuur op dat moment. De delpijp zit eigenlijk gekoppeld rechtstreeks op de uitgang van de turbo. Om een auto top te laten rijden, dus naast de chiptuning zeg maar nog fijner te laten rijden. Dat is ervoor zorgen dat de uitlaatgassen heel makkelijk zeg maar, de turbo ook kunnen verlaten. En dat resulteert ook in fijner rijden, mooier oppakken, meer koppel enzovoorts. Zoals we hier zien, is dit een originele versie die op de auto zit bij jou. En dit is de nieuwe versie die bij jou op de auto gaat komen. Als je ziet dat bij deze downpipe, deze heeft een geïntegreerde katalysator. Dan gaan de uitlaatgassen, die botsen als het ware direct tegen de vlakke zijkant. Omdat hij zo smal is hier. Ja, dus dan, en dan moet hij dan door de katalysator heen en dan gaat hij vervolgens de weg naar zijn uitlaat. Dat is eigenlijk best vervelend voor een turbo, want ja, hij wil graag uitstoten, maar wordt tegengehouden. Het wordt geknepen, net als een rietje, zeg maar. Jouw nieuwe downpipe daarentegen heeft een fantastische flow gelijk erin. En die kan volledig vrij weg het uitlaatsysteem in, wat dus gewoon resulteert in ja, grote voordelen en meer performance. Dan zou je misschien zeggen van, hey, dan ben ik de katalysator kwijt. En, ja, dat moet toch allemaal voor het milieu. Maar dat is dan een versie die gaat dan verder weg onder de auto komen. Zodat zeg maar, de uitlaatgassen gewoon schoon blijven. Wat heel belangrijk is zeg maar, op een vermogenstestbank. Dat is niet alleen dat je vermogen en koppel duidelijk kan zien op het scherm. Maar voor ons ook heel belangrijk dat we kunnen loggen. Zodat we kunnen zien van, doen de turbodruksensoren het goed? Doen de boostcontrollers het goed? Wat kan resulteren in of eigenlijk helemaal geen zuivere turbodruk of hele rare turbodruk, hoogtepieken. Ja, en dat resulteert in heel ja, raar rijgedrag. Ja, en het leuke is dat je dan mooi op papier kan zien van, hey, we deden auto voor de tuning en wat doet hij nou na de tuning en hoe is die geoptimaliseerd en dan, ja, dan is de uitleg ook veel beter.
terug van HNS Course. En eigenlijk om eerlijk te zijn, ik ken hem gewoon helemaal niet meer terug. Het is een heel andere auto. Was eigenlijk al niet standaard. Fabrieks af op de testbank doet een Alfa Romeo Coupé 220, 225 pk. Dat is niet echt wat ze de fabriek opgeven. Nou, dan hebben ze hem bij de testbank bij HNS Course getest. En daar kwam al uit ook dat er al iets met de turbo al eerder was gedaan. En dan kwam hij uit op 240 pk. Nou, en ik moest ook wel zeggen, ik voelde altijd al wel sneller. Dus ik baalde eigenlijk, als zij er nog gaan optimaliseren, dan hoeveel halen ze er nog uit? Nou, daar hebben ze wel goed hun best op gedaan, want samen met de modificaties en de optimalisatie van de software, tuning, heeft hij nu 281 pk. Naast het koppel wat 423 Nm is geworden, is ook het geluid echt heel erg toegenomen. Door die downpipe is het heel wat rauwer geworden. En zeker als je hem doortrekt, dan klinkt dat wel echt heel lekker. Nou ja, ik zei gisteren dus dat er naar schatting 270, 275 pk uit zou komen. Nou, dan komt hij terug met 281 pk en een lekkere bak met koppel. Nou, hij is gewoon helemaal veranderd qua geluid, qua gedrag. Nou, zoals ik al zei, ik ken hem echt niet terug. Dus HNS Course is goed gedaan. Jullie zijn echt een aanrader.